Ik begin gewoon. Mijn naam is Jan Vertongen. Ik ben 34 jaar en ik ben geboren in Sint-Niklaas. Ik ben een centrale verdediger bij Benfica en bij de Rode Duivels. Ik ben record international bij de nationale ploeg met 131, denk ik, caps. Ik ben begonnen met voetbal bij een club als ik 6 jaar, dus ik ben begonnen met voetbal op 6-jarige leeftijd. Mijn favoriete speler als kind was Rivaldo, Maldini, ietsje later dan Zidane. Professioneel heb ik gespeeld bij Ajax, toen even uitgeleend aan RKC en toen Tottenham Hotspur en Benfica Lissabon. En voor mij is voetbal de rode draad in mijn leven. Wat zou je tegen je 16-jarige zelf zeggen? Ja, dat je toch moet genieten van de momenten, van de leeftijd. Op 16-jarige leeftijd kwam ik eigenlijk net toe in Amsterdam. Als ik ooit zou kunnen terugreizen in de tijd, zou ik naar die leeftijd teruggaan. Dat was een fantastische tijd voor mij. Ging een wereld voor mij open, uiteraard. Ik moest opeens heel erg zelfstandig worden. En ik vond dat geweldig. Ja, ik zou graag nog eens teruggaan naar die tijd. Om er ook nog eens goed van te profiteren. In welke stemming ben je voor een match? Ik ben nooit te gefocust, te nerveus. Ik probeer altijd ontspannen te blijven. Ja, dat lukt mij altijd wel vrij goed. Dus ik ga niet extreem gefocust in een wedstrijd, maar vrij ontspannen. En dat heb ik eigenlijk altijd zo gedaan. Heb je dagelijks kleine dingen die je gelukkig maken? Ik heb eigenlijk een heel druk schema. Ik ben heel veel weg van huis. De dingen die mij gelukkig maken is gewoon mijn kinderen bij de schoolpoort kunnen afzetten of ze ophalen of samen eten of ze naar bed brengen. Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk met mijn kinderen te doen en als ik dat dan kan doen, daar haal ik er heel veel plezier uit. Wat is jouw eerste herinnering gelinkt aan de sport? Ik had vroeger een cassette thuis van de Rode Duivels, van de kwalificatiecampagne richting het WK 94. Ja, dat was een cassette die ik grijs heb gedraaid en dat was eigenlijk mijn eerste herinnering aan voetbal. Ik was 6 jaar en ik keek de Rode Duivels op cassetteband. Wanneer heb je voor het laatst een kater gehad? Ik denk eigenlijk zelden meer dan 2 glazen wijn en dat is een kater. Het moet toch al een aantal jaar geleden zijn, maar het zal waarschijnlijk wel een heftige geweest zijn. Ik heb altijd heel erge katers als ik te veel drink, vandaar dat ik ook wat geminderd ben. Wat is jouw mooiste herinnering op professioneel vlak? Ik denk dat dan de mooiste misschien wel is mijn eerste titel bij Ajax. De club waar ik toch ben opgegroeid, de stad waar ik ben opgegroeid. En dat was voor mij een moment waar eigenlijk alles samenkwam. Familie in het stadion, aanvoerder van Ajax op dat moment. En dat was voor mij een onvergetelijk moment waar mij altijd bij zal blijven. Wie is jouw voorbeeld of jouw inspiratiebron? Wat ik geweldig vind is iemand als Thomas van der Spiegel, die zelf een heel groot Europese sporter is geweest in basketbal en die zich daarna heeft kunnen ontwikkelen, ook op maatschappelijk gebied en ondernemersgebied. Dus dat is iemand, niet waar ik per se dat een idool voor mij is, maar wel iemand waar ik naar opkijk in die zin dat hij zich als mens ook naast de sport heeft ontwikkeld. Een vraag van een Red Flame, Janice Kaiman. Wat is het volgende punt op je bucketlist? Vorig jaar was ik uitgenodigd om de Ronde van Vlaanderen te volgen op de motor. Eigenlijk komen dat soort dingen nooit uit, maar wij speelden op zaterdag. Dat werd dus even mogelijk tot corona zijn intrede deed. Maar dat was iets waar ik enorm naar uitkeek en wat ik altijd nog heel graag zou willen doen. Dus laten we hopen dat het nog mogelijk is. Wat is het gekste dat je gezien hebt in je professionele carrière? Bij Ajax in een bekerwedstrijd tegen AZ. Toen er een supporter op het veld kwam die de keeper van de tegenstander van AZ aanviel, die toen ook een straatvechter bleek te zijn. Ja, niet dat dat een heel positief moment was, maar dat een gevecht tussen een supporter en een speler is toch niet iets wat je elke week ziet. Dus dat zal mij zeker bijblijven. Welk liedje geeft je een boost? Tegenwoordig, na de match bij de nationale ploeg, staat er wel eens Paul Severs op. Niet dat dat mij per se een boost geeft, maar dat is een liedje dat tegenwoordig wel eens terugkomt in de kleedkamer. Dus Paul Severs bij deze. Deze is blanco, dus nu is het mijn beurt om een vraag te stellen. Die ga ik hier opschrijven. Voilà.
zal ze erin doen voor de volgende.